Op het Kruifkoord en de Hobo-dreef in de wijk Grauwepolder in Etten-Leur kregen woensdag 50 kinderen uit alle delen van Etten-Leur voetballes van oud-NAC-speler Nebojša Kudelju. Kudelju zag naar eigen zeggen een aantal talentjes rondlopen op het Kruifkoord. Het was de eerste keer dat Teamplay at NAC in samenwerking met Surplus Welzijn een voetbalclinic op deze locatie hield. De komende tijd worden er nog 3 clinics gegeven.